dames en heren. Van harte welkom in de bibliotheek in Arnhem. Op een moment waarvan wij altijd hopen dat er heel veel zullen plaatsvinden. Een boekpresentatie. Het gebeurt wel eens, maar dat is niet dagelijks en ook niet wekelijks werk. Ik hoorde net al de heer Schreuder zeggen van Piet, de heer Piet. Heb ik dat nooit? Oké, ik hoorde net Piet Schreuder zeggen, het lijkt wel een reunie. Ik herken sommige mensen niet meer. Dus ik denk dat na het officiële gedeelte dat er een lang staartje aan deze bijeenkomst zit. Hè? Ik sta hier als directeur van de bibliotheek, maar ik ben geen Arnhems meisje. Dus eigenlijk moet ik hier heel kort zijn. Ik ben een Lunters meisje. Ik ga het woord volgens mij nu overgeven aan de uitgever. Lucas Roos. Ja, kans zonder, maar dan moet je goed je stem zijn. Nou, ik heb nog een zachte stem, dus ik richt me natuurlijk tot iedereen, maar in het bijzonder tot Piet. Heel bijzonder van door het boek heen bladen en het gelezen heb, dat je hart op de goede plaats zit. Je hebt hart voor de mensen die in de wijk wonen, in jouw wijk, in Plattenburg, Prezenkaas. Je kunt heel goed communiceren met de mensen, verhalen vertellen van vroeger. Je hebt ook je hart op de goede plaats in de zin van voor de natuur. Je hebt je hele leven volgens mij op de bres gestaan voor het behoud van de natuur. Tegen de gemeente in, die vaak mooie bouwwerken op dat stuk natuur wilde zetten. Waar jij soms met succes, soms met minder succes, toch iets bewaard hebt in de wijk Prezenkaas. Er zijn toch wat dingen tot stand gekomen, al had jij waarschijnlijk de oude villa nog in het park willen hebben zien staan. Maar ja, dat zijn de tijden en soms kun je daar niks aan doen. Maar je hebt je wel altijd ingezet en ik vind het heel fijn dat ik jou dit boek mag geven. Waarop jij het meteen als eerste exemplaar doorgeeft aan de wethouder. Ik wil je uitnodigen om te komen. Ja. En dan na de officiële overhandiging ga jij een verhaaltje houden. Dat was de afspraak. Ja, dus we gaan eerst even zo doen. Ja, en dan mag jij... Ik mag het rector wat toespreken. Ja, je mag zeker. Ja, en daar heb ik dat ding niet gevolgd. Oh, dat heb je helemaal niet nodig. Ja, maar nee, nee. Oh, is dat? Maar dat is het boek. Oh, ja. Dat had je nog niet gezien. Nee, hey. Ik zal hem even uitzetten. Ja, als hij eraf valt, altijd naar mij toe. Okay, ja, maar zo blijft. Ik zal het aan de ding niet proberen te doen. Ja, een reunie, dat lijkt soms wel eens. Dan denk je. Zal ik de microfoon bij je mond houden? Nee, liever niet. Ze kunnen me allemaal verstaan, hè? Allemaal? Niet? Ja. Nee. Nee, Piet. Nee, Piet. Zitten er mensen met oordopjes op? Nou, ja. Kom ik hier. Ja. Nou, ik heb de laatste 2 weken loon uit het lijf gevraagd. Dat mag ik weten. Piet. Men zei van de wethouder. De wethouder ook niet helemaal in orde was. Dus 2 mensen die niet in orde zijn, spreken tegen mensen die zich heel uitstekend voelen, hoop ik. En daarom is het ook wat de directrice net zei. En het lijkt wel een beetje een reunie voor jou. En, want inderdaad, er zitten hier kindertjes van mijn jeugdclub, leg op van vroeger. En kindertjes van de IHBO en van vroeger. En kindertjes van de straatvoetballerij. Maar u zult ze niet herkennen, want die zitten nu allemaal, die kindertjes, die zijn nu allemaal tussen de 60 en de 80 jaar. Och jongens, daar kan ik ook niks aan doen, ik ben blijven ademen. En nou, een half jaar geleden bleek op de vergadering van de tweede platforms van Prezenkaas dat de meesten nooit van die boeken hadden gehoord. Een nieuwe generatie dus. Hoe kan je een land, stad of wijk helpen besturen als je de geschiedenis daarvan niet eens kent? Het is mijn eer. Mag ik naar voren komen? Dat eerste boek, het eerste exemplaar daarvan, aan wijkwethouder Luc Vergaffen, de overheid. Spreek, en we gaan zitten. Ja, dat mag. Ik wil ook nog even iets kort zeggen, dat kan mij zeggen. Het is van de hand. Dankjewel, Piet.
Ik doe het wel even zonder microfoon. En als het goed is, ben ik goed verstaanbaar. Kunt u me ook horen? Wel. Ik ben sinds 3 kwart jaar wijkwethouder van Prees Kaaf. En dan is dit standaardwerk natuurlijk verplichte kost. Maar wat Piet net ook al zei, als je een stad wil besturen, dan moet je ook zeker de geschiedenis kennen. Een voorganger van mij, wethouder Bloemen, heeft deel 1 ooit in ontvangst genomen in de piep van Prees Kaaf. Ja. En diezelfde wethouder heeft een prachtige lindenboom in het park Prees Kaaf genoemd. Piet Schreuder. Maar zo'n leuk eerbetoon heb ik helaas niet bij me. Maar ik wil wel mijn grote waardering en dank uitspreken. U bent weliswaar iets verhuisd, maar u blijft natuurlijk een Prees Kaaver. En de eerste verhalen die u schreef gingen over Plattenburg. En toen ik dat hoorde, kreeg ik meteen de associatie van Pluk van de Pettenflat. Want net als Puk van de Pettenflat, die de Torteltuin wilde redden van de teloorgang en de bebouwing van een grote parkeergarage, heeft u jarenlang gevochten voor het behoud van het park en het landgoed Prees Kaaf. En Prees Kaaf verandert. En dat zal het blijven doen. En daarom is dit boek een hele belangrijke bijdrage aan de geschiedschrijving van de wijk en eigenlijk onze hele stad. En ik ga het met veel plezier lezen. Ik zal dadelijk ook een exemplaar kopen voor mijn oma. Die wordt dit jaar 94, een echt Arnhemsmeisje. Ja, nogmaals, van harte gefeliciteerd met het boek. Prees Kaaf en Arnhem is een prachtig boek, werk rijker. En ik wens jullie allemaal heel veel leesplezier toe. En dat we straks allemaal weten hoe de geschiedenis van Prees Kaaf in elkaar zit. En waar de toekomst ons zal brengen. Dat zal de tijd ons leren. Maar dit is een geweldig stuk. Dankjewel, Piet. Ja. Zonder microfoon, het laatste stukje. Ik rond de bijeenkomst met het formele gedeelte rond ik af. Dan komen we bij het reuniegedeelte. soms ook niet. En wij zorgen voor een drankje en een hapje hier. We hebben het wel bij het non-alcoholische gehouden. Misschien het tijdstip van de dag. En ik hoop dat u nog een prettige voortzetting hebt. En het boek staat natuurlijk ook bij onze bibliotheek, hè? Neem ik aan. Ja. 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 Ongetwijfeld. Ja, laten we even een klein beetje reclame. Anders zorgen we ervoor. Ja, anders zorgen we ervoor. Maar voordat ze gaan drinken, worden het verhaaltje toch nog even. Oh, zat er in het programma nog een verhaaltje? Oké, sorry. Ja. Excuus. Ja, dus ik ceremoniemeester, terecht. Nou, we doen het samen. Ik heb samen. Het is wel nog een heel kort verhaal. Ja, het is niet langer als een klein graviertje hoor. Nou, het is eigenlijk nooit mijn bedoeling geweest een geweldig boek over de geschiedenis of de natuur te schrijven. Ik kon nauwelijks het jaartal 1600 de slag bij Nieuwpoort onthouden. Ik vond het vreselijk, al die jaartallen en die uit je hoofd moest leren. En door een toeval weet ik ook gewoon waar in Prees Kaaf de Caucasische vleugelnootboom staat. Daar ben ik nou eens de enige die dat weet van u allemaal, hè? Denk ik. En ik had een gewoon plezier in om vanaf 1933 over mijn vriendjes en vriendinnetjes en hun ouders te schrijven. Die doken elke dag onder het spoor bij Schaapsdrift door om daar in het bos en de weilanden te spelen en te wandelen. Het enige speeltuig wat wij daar nodig hadden was een bal. Wij legden met onze jeugdclub zelf een trapveld aan en mijn vriend Joop Legerstee, die ze naam zult u wel kennen, vroeg mij of ik ook wat de wat ruwere Arnhemse straatjeugd van boven de 14, Lauwersgracht en dergelijke, onder mijn hoede wilde nemen. Elke club kwam toen daar in Prees Kaaf op dat veldje wat wij aangelegd hadden, om vurig de eer van hun wijk te strijden. Honderden mensen kwamen avond aan avond kijken. Het trapveldje is gelukkig wel een mooie heemtuin geworden, maar de rest is jammer genoeg voor een groot deel versteend.
Zover ik weet staat in het oudste boek dat het eerste mensenpaar de opdracht kreeg de natuur te onderhouden en te bewaken. En zelfs staat erbij, lezen de meeste mensen niet, dat je er geen vergif in moest toelaten. Al zag die vrucht er nog zo mooi uit. Ja, dat moet je me goed onthouden. Ecologie en economie schrijft maar één letter. Maar het kan wel een verschil maken op de duur tussen leven en dood. En dat klinkt erg dramatisch, maar als ik elke dag de krant lees wat er gebeurt, dan gaat het die kant op, tenzij u een levensvisie ontwikkelt die daar betere hoop op geeft. Ik hoop dat inderdaad wat ik in het boek geschreven heb, dat naar voren komt hoe wij de jeugd en ook hun ouderen van de natuur genoten en die zelf ook met eerbied behandelen als stoeiend, als spelend. En ik wens u en voor kinderen die na u komen precies datzelfde toe. Dank je wel. Bedankt Piet. Rest mij nog te zeggen dat het boek hier aan de tafel, maar ook in de boekhandel, later deze week te koop is. Dus u mag het nu kopen en laten signeren door de auteur. Dan heeft u een heel bijzonder boek. En voor de rest is het tijd voor reunie. Ja, waar mag ik zitten? U mag daar naast mij zitten. Dan wordt er eerst betaald en dan zet u een handtekening. Ja.